denken, altijd veilig. Veiligheid staat voorop, ook tijdens het tanken. Tijdens het tanken ontsnappen er dampen die zeer brandbaar zijn. Er hoeft maar één ontsteking te zijn en er kan al een flinke brand ontstaan. Het lastige van deze dampen is, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Er zijn een paar eenvoudige voorzorgsmaatregelen die we met z'n allen kunnen nemen om elk bezoek aan een tankstation probleemloos en veilig te laten verlopen. We zetten ze even op een rij. Het is eigenlijk best logisch. Roken doe je niet op een tankstation. Zodra je het terrein betreedt, of het nou te voet, op de brommer of met de auto is, open vuur in welke vorm dan ook is ten strengste verboden. Dus dan ga je natuurlijk ook geen vuurwerk afsteken of vuur met een spuitbus maken, toch? Een mobiele telefoon is een elektronisch apparaat. Tijdens het gebruik komt er statische elektriciteit vrij, waardoor er kleine vonkjes kunnen ontstaan. Daarom mag je, tijdens het tanken, jouw mobiele telefoon niet gebruiken. Dit icoontje staat voor motor uitschakelen. Waarom, vraag je je af? Daar zijn verschillende redenen voor. De motor van een voertuig kan vonken veroorzaken tijdens het draaien. Door de motor uit te schakelen, verminder je het risico dat de brandbare dampen vlam vatten. Moderne voertuigen hebben veel elektronische componenten. Deze kunnen wanneer de motor blijft draaien ook vonken veroorzaken. Dus ga je tanken, motor uitmaken. Wil je brandstof meenemen voor bijvoorbeeld je brushcutter of je boot? Dat mag alleen in een gecertificeerde jerrycan. De jerrycan moet van gecertificeerd materiaal gemaakt zijn en voorzien van een ontluchtingsventiel om de brandbare dampen geleidelijk te laten ontsnappen. Als er in één keer een grote hoeveelheid brandbare dampen vrijkomt, kan dat zeer gevaarlijk zijn. Dus ga je tanken, niet roken, geen telefoon gebruiken tijdens het tanken, motor uitmaken en brandstof meenemen in een gecertificeerde jerrycan. Dan zorgen wij samen voor een optimale veiligheid op het benzinestation. Tanken, altijd veilig.